Ja, dit is. Nou ja, jullie hadden natuurlijk 3 goede wedstrijden gespeeld. Er komt Feyenoord op bezoek en dan? Dan zie je dat het verschil wel groot is. Had je dat van tevoren zo verwacht? Ja, van tevoren heb je natuurlijk altijd een ander voorbeeld bij hoe de wedstrijd gaat. Alleen als je eenmaal bezig bent en ja, vooral de eerste helft. Ja, dan zie je wel dat ze gewoon een maatje te groot voor ons zijn. Ja, terwijl jullie waarschijnlijk het idee hadden van als we ze een keer kunnen pakken, dan is het tussen deze 2 Europese wedstrijden in. Ja, en dan nog als je een beetje naar jezelf kijkt met misschien wat meer bravoure en ja, wat meer ballen, zeg maar, denk ik dat je misschien iets kan doen. En dan hoef je niet beter te zijn of zo, maar... Ik vond het een beetje tam. Ja, precies. Weet je ook, ik vond ook bijna elk... Ik denk dat iedereen gewoon bij ons, voor alle duels die ze hebben gespeeld, dat niemand de meer dan de helft heeft gewonnen bijvoorbeeld. En dat zijn wel de dingen. Dan hoef je niet beter te zijn. Maar dan tweede ballen of ballen die tussenin vallen en die 50-50 zijn. Ja, daar zou je dan ook een aantal keer van eens van moeten winnen. Of in ieder geval laten voelen dat je er bent. En dat miste ik vooral. Is dat dan, want het lukt dus wel tegen Eagles, tegen Utrecht pak je een punt, tegen Sparta win je superbelangrijk. Maar tegen PSV durft jullie het ook niet te laten zien. Heeft dat dan toch weer te maken met zo'n topclub of iets? Ja, ik denk, als ik misschien eerlijk ben, denk ik dat je dan als je individueel gaat afkijken bij ons en... Tuurlijk, dat ze in zo'n wedstrijd kijken. Ja, en dat ze ook een beetje onder de indruk zijn misschien en dat ze toch wel denken van, oh, maar boeien, fuck it, ga gewoon en kijk wel waar het schip staat, snap je? Is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. En... Maar ja, zo zou ik een wedstrijd zeg maar, spelen met z'n allen. Ja, en dat moet je wel doen, hè? Twente, uit, Vitesse, NEC, daar moet je niet laten liggen. Nee, precies. En tegen Go Ahead Eagles waren wij ook niet fantastisch of zo. En tegen Sparta ook niet. Alleen, wat ik zeg, dan zie je wel van gewoon dat je echt met je chest omhoog staat. En dat je eigen niet wil laten afbluffen. En ja, dan moet je in deze wedstrijd ook gewoon doen, denk ik. Maar deze wedstrijd is nu geweest en... Er komen nu gewoon belangrijke wedstrijden aan en daar moeten we dat wel laten zien. En als we dat laten zien, dan denk ik dat we gewoon veel kwaliteit hebben om te scoren. En ook gewoon verdedigend beter te staan. Ik bedoel, nu scoren we ook gewoon een goed doelpunt tegen Feyenoord, dus we kunnen het wel. Assist was wel lekker, hè? Ja. Klein dingetje nog. Klein dingetje nog. Statistieken. Nou, dankjewel. Succes.